Paragraaf 10.2 gaat over de Koude Oorlog en dat is weer een heel uitgebreid onderwerp. En de makers van het boek hebben geprobeerd om dat in 3 pagina's zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Maar dat is heel erg lastig, want de Koude Oorlog is een heel groot iets dat heel grote gevolgen heeft gehad voor de hele wereld in de tweede helft van de 20e eeuw. Het gaat namelijk over de verdeling van de wereld in 2 ideologische blokken, in de greep van een wapenwetloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog. Dat is een hele mond vol. En nou ja, we gaan al die begrippen eens nader bekijken. Ideologische blokken bijvoorbeeld, wapenwetloop, atoomoorlog. Maar we zullen eerst eens even gaan kijken naar het begrip Koude Oorlog zelf. Want ook dat is een begrip, dik gedrukt in de tekst. Dus wat is die Koude Oorlog dan eigenlijk? De Koude Oorlog is een periode van vijandschap tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Die Koude Oorlog die begon na afloop van de Tweede Wereldoorlog in 1945 en hij duurde tot de val van Berlijn in 1989. Dat was in ieder geval het symbolische einde van die Koude Oorlog. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 het einde van de Koude Oorlog betekende. Maar goed, er is dus een vijandschap tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En dat komt omdat zij allebei een heel andere ideologie hebben, om even een woord uit dat kenmerkend aspect te gebruiken. Een ideologie is een geheel van opvattingen en ideeën over hoe de wereld eruit zou moeten zien. En de ideologie van de Verenigde Staten laat zich heel simpel op deze manier samenvatten. De Verenigde Staten waren kapitalistisch, daar was op politiek gebied sprake van een democratie, en ja, uit dat kapitalisme daar volgde dus een vrije economie uit. Daarentegen was er in de Sovjet-Unie communisme. En dat was een dictatuur. Denk even terug aan paragraaf 9.3 over die totalitaire systemen. En op economisch gebied was daar een planeconomie. De regering bepaalde wie wat wanneer maakte. Nou ja, en deze twee ideologieën die zijn dus tegengesteld aan elkaar. Die botsen met elkaar, die sluiten elkaar uit. En dit zijn al heel erge versimpelingen van de werkelijkheid die je hier in die blokjes ziet staan. Je kunt het nog simpeler maken. Heel simpel gezegd waren de Amerikanen voor vrijheid en waren de Russen voor gelijkheid. En dan komt de tegenstelling ook goed terug, want die gelijkheid die de Russen zo belangrijk vonden, die zorgde voor de Amerikanen alleen maar voor minder vrijheid en daarom vonden zij hem slecht. Maar aan de andere kant vonden de Russen dat die economische vrijheid vooral van de Amerikanen, dat die juist voor grote ongelijkheid zorgde. En daarom zijn die ideologieën dus tegengesteld. Ja, en ze hadden ook vijandbeelden van elkaar. Ze hadden een hekel aan elkaar. En het vijandbeeld dat de Sovjet-Unie had van de Amerikanen was het volgende. Dat was die van het westers imperialisme. De Russen vonden dat de Amerikanen alleen maar bezig waren om overal ter wereld hun bedrijven te promoten. En om overal ter wereld geld te verdienen. En al dat geld zou teruggaan naar de Verenigde Staten. En de hele wereld zou, als het westerse imperialisme door zou zetten volgens de Sovjet-Unie, ondergeschikt worden gemaakt aan de economische belangen van de Verenigde Staten. En dat wilden ze niet hebben. Aan de andere kant hadden de Amerikanen ook een vijandbeeld over de Sovjet-Unie. Dat vijandbeeld was het beeld van de communistische wereldrevolutie. In 1917 was de Sovjet-Unie communistisch geworden. En het communisme volgens de theorie van Marx gaat uit van een revolutie. En gaat uit van een internationale revolutie. En dat was ook wat Lenin en later Stalin ook hadden gezegd. Er moet communisme overal ter wereld komen. En ja, na de Tweede Wereldoorlog werd Oost-Europa al communistisch. En de Amerikanen waren bang dat West-Europa ook communistisch zou worden. En de rest van Azië en Australië en Afrika en de Amerika's. En dat was de grote angst van de Amerikanen, want als het communisme overal ter wereld aan de macht zou komen, dan zou er volgens de Amerikanen overal onvrijheid zijn en dat wilden ze niet hebben. Maar ja, die angst van die Amerikanen die was ergens ook wel te begrijpen, want aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lieten de Russen die Oost-Europa bevrijd hadden overal hun leger staan. En je ziet hier op deze spotprint hoe Stalin probeert de greep op Oost-Europa te verstevigen. En op deze manier raakte Europa verdeeld in 2 gebieden en dat noemen we ook wel blokvorming. En dan pakken we dus weer iets anders uit dat kenmerkend aspect erbij, namelijk die 2 ideologische blokken. Want tijdens die Koude Oorlog vormen zich 2 vijandige ideologisch tegengestelde blokken. En we pakken er even een ander kaartje bij om dat iets duidelijker te maken. Oost-Europa is hier rood gekleurd en dat hoort bij het communistische blok. West-Europa is hier blauw gekleurd en dat hoort dus bij het kapitalistische blok.
En een blok is dus niet veel meer dan een groep landen die bij elkaar horen. En de Amerikanen waren dus heel bang dat de Russen zouden gaan proberen om heel Europa communistisch te maken. En daar moesten zij tegen optreden. Nogmaals, die afbeelding zoals we hem hier zien, daar waren de Amerikanen heel bang voor. De communistische wereldrevolutie was volgens hen begonnen doordat Stalin in Oost-Europa bleef met zijn legers. En daarom kwamen de Amerikanen met de zogenaamde containmentpolitiek. Uitbreiding van het communisme moet voorkomen worden door het in te dammen, door het tegen te houden, te containen. Dat is wat de container ook doet, die houdt iets bij elkaar. En hoe doe je dat dan? Hoe hou je die uitbreiding van het communisme tegen? Nou ja, dit gebeurt door middel van economische en militaire steun. En we zien hier op de wereldkaart al dat Oost-Europa dus ook communistisch geworden is. En de Amerikanen gingen nou dus West-Europa steunen. Dat deden zij door de West-Europese landen geld te geven om zichzelf weer op te bouwen, de zogenaamde Marshallhulp. En dat deden zij door in verschillende West-Europese landen Amerikaanse legerbasis aan te leggen. En op die manier hoopten zij dat West-Europa de kant van de Verenigde Staten zou kiezen en dat de uitbreiding van het communisme dus zou worden tegengehouden. Dit lukte en daarmee was Europa voor lange tijd verdeeld in Oost en West. Alleen was de containmentpolitiek hiermee nog niet afgelopen, want in 1949 nemen de Chinese communisten de macht over in China. En dan schrikken de Amerikanen zich rot, want nu is er in één keer nog een heel groot land met honderden miljoenen inwoners communistisch geworden. En nou vrezen de Amerikanen voor die koloniën die we in de vorige paragraaf 10.1 onafhankelijk hebben zien worden, want de dekolonisatie was ook op gang gekomen na de Tweede Wereldoorlog. En Amerikanen waren bang dat die nieuw ontstaande landen dat die de kant van het communisme zouden gaan kiezen. En daarom gingen de Amerikanen ook in Zuidoost-Azië containmentpolitiek toepassen. Ook daar kregen landen financiële en militaire steun. En op die manier hoopten zij de verspreiding van het communisme tegen te gaan. Nou ja, ze hebben dus een duidelijke hekel aan elkaar, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Het zijn twee grootmachten, maar toch komt er uit al die vijandschap nooit een directe oorlog tussen die twee grootmachten voort. Het blijft een koude oorlog. En hoe kan dat? Ja, daar heeft de zogenaamde wapenwetloop mee te maken. En een wapenwetloop is eigenlijk ja, een soort wapenwedstrijd, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Een race om het sterkste wapenarsenaal te krijgen. En daarbij moeten we vooral denken aan kernwapens, atoombommen. De Verenigde Staten hadden als eerste een atoombom en die hadden daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog beslist. Maar in 1949 hadden de Russen ook een atoombom ontwikkeld. En dan gaat het snel met die kernwapens, dat zie je op de grafiek daar rechts. Ja, je zou dus zeggen dat atoombommen de wereld alleen maar onveiliger maken, want de kans op een zogenaamde atoomoorlog wordt alleen maar groter. Een atoomoorlog is een oorlog die gevoerd wordt met atoombommen en dan zou de wereld wel eens vernietigd kunnen worden. Maar aan de andere kant zorgde de wapenwetloper juist ook voor dat er geen oorlog kwam, want men was bang van elkaar. Als wij nou een atoombom gaan gebruiken, dachten de Amerikanen, dan weten we zeker dat de Russen dat ook naar ons zullen gaan doen en dan vernietigen we elkaar. En dat kunnen we ook niet hebben, dat zie je hier ook op die spotprint daar rechtsonder afgebeeld. De Russische en Amerikaanse president, die houden elkaar in een houtgreep. Ze kunnen allebei op de knop drukken om de atoombom te laten ontploffen, maar ze weten, als ik dat doe, dan doet de ander dat ook en dan vernietigen we elkaar. En dat is de zogenaamde wederzijdse afschrikking. Durf mij niet aan te vallen, want als je dat doet, dan val ik jou meteen net zo hard aan en dan zijn we allebei dood. Daar komt het eigenlijk op neer. En dit is de reden waarom het eigenlijk nooit tot een directe oorlog kwam tussen de Russen en de Amerikanen. Maar er zijn wel degelijk een aantal momenten geweest waarop de wereld haar adem inhield. Wat zijn de belangrijkste conflicten in de Koude Oorlog? Nou ja, er zijn er nog meer te noemen, maar ik denk dat de vier conflicten die hier volgen toch wel de meest belangrijke zijn. En we beginnen in de jaren net na de Tweede Wereldoorlog, waarin Duitsland verdeeld is nog in die verschillende bezettingszones van de geallieerde bevrijders of veroveraars, net hoe je ze wilt noemen. En Oost-Duitsland bestond uit de Russische bezettingszone, maar midden in Oost-Duitsland lag de hoofdstad van Duitsland, namelijk Berlijn. En ook Berlijn was verdeeld in een oostelijk deel dat van de Russen was en een westelijk deel dat van de andere geallieerden was, Engeland, Frankrijk en dus vooral Amerika. Nou, en de Russische leider Stalin wilde de Amerikanen onder druk zetten en hij besloot de toegangswegen naar Berlijn, die liepen immers door Oost-Duitsland, door de Sovjet-bezettingszone, af te sluiten. Maar de Westerse geallieerden lieten zich niet afschrikken en ze bouwden een luchtbrug. Ze lieten dus 24 uur per dag, een jaar lang,
vliegtuigen naar West-Berlijn vliegen om voedsel en alles aan te voeren. En zo moest Stalin uiteindelijk toch toegeven en werd de toegang tot West-Berlijn ook weer over land geopend. Tweede belangrijk conflict is de zogenaamde Koreaoorlog. In Korea, daar wilden de communisten de macht overnemen. En die communisten in Korea die werden gesteund door de Chinese en door de Russische communisten. En daardoor gingen die Amerikanen juist de tegenstanders van die Koreaanse communisten steunen. Want, denk terug aan die containmentpolitiek, ze wilden niet hebben dat Korea communistisch werd. Nou ja, uiteindelijk leidt dat ertoe dat Korea verdeeld wordt in twee landen. Het noorden, rood gekleurd, communistisch. En het zuiden is nog steeds kapitalistisch en aan de kant van Amerikanen. Maar hier zie je hoe die Koude Oorlog dus uit werd gevochten. De Russen en Amerikanen vochten niet direct tegen elkaar, maar wel indirect door andere partijen te steunen die ze tegen elkaar lieten vechten. Een ander belangrijk conflict is de zogenaamde Cuba-crisis in 1962. Cuba ligt voor de kust van Florida en Cuba was communistisch, dat was een bondgenoot van de Sovjet-Unie. En op een gegeven moment kwamen de Amerikanen erachter dat de Russen lange afstandsraketten op Cuba hadden geplaatst. En je ziet de cirkels op het kaartje staan. Daarmee zouden een heleboel Amerikaanse steden getroffen kunnen worden. Nou ja, en de Russen werden onder druk gezet door de Amerikanen om die lange afstandsraketten te verwijderen. En dat liep bijna op een echte directe oorlog uit. De hele wereld hield er adem in, maar uiteindelijk kwam het toch allemaal goed. Maar dit was misschien wel het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Dit was het moment waarop die Koude Oorlog in een echte oorlog had kunnen veranderen, maar gelukkig is het niet gebeurd. En dan als laatste nog een vergelijkbare conflict als die Koreaoorlog, de Vietnamoorlog, waaraan de Amerikanen in 1965 militair mee gaan doen en in 1973 weer vertrekken. Ook daar heb je een communistisch noorden tegenover een democratisch zuiden. En het communistische noorden wordt opnieuw gesteund door China en de Sovjet-Unie. En het democratisch zuiden wordt opnieuw gesteund door de Verenigde Staten. Ook hier geldt weer die containmentpolitiek. Ze willen voorkomen dat heel Vietnam communistisch wordt. Oké, zo zijn er nog wel meer conflicten geweest. Maar nu even door naar het einde van die Koude Oorlog, want deze video begint al lang genoeg te duren. Hoe kwam het einde van die Koude Oorlog tot stand? Nou ja, eigenlijk kwam dat vooral doordat de Sovjet-Unie de wapenwedloop niet meer vol kon houden. Het kostte te veel geld en bovendien was het niet alleen een wedloop van wapens, maar het was bijvoorbeeld ook een ruimtevaartwedloop. Wie zette de eerste man op de maan? Wie wist er als eerste met een raket bij een andere planeet te komen? Dat soort zaken. Het was een soort prestigestrijd die heel veel geld kostte en ja, dat kon de Sovjet-Unie gewoon niet meer opbrengen. En als dan Mikhail Gorbachev, halverwege de jaren 80, de nieuwe partijleider wordt van de Sovjet-Unie, of van de communistische partij in de Sovjet-Unie, dan besluit hij dat het anders moet. Hij ziet dat zijn land achterop raakt, hij ziet dat het misgaat, en hij besluit dan tot twee dingen. Aan de ene kant moest er glasnost komen, dat is Russisch voor openheid. Alles moest openlijk besproken kunnen worden. Er moest dus weer meer vrijheid van meningsuiting komen. Nogmaals, de Sovjet-Unie was een totalitaire staat. En hij brak daar dus eigenlijk mee, want hij zegt, openheid is goed. Daarnaast, zegt Mikhail Gorbachev, moet er ook zogenaamde perestroika komen. Hervorming. De economie moet veranderen, want wij houden dit niet langer vol, we raken achterop. En hetzelfde geldt voor de politiek. Als wij ons bestuur niet aanpassen, dan klapt dadelijk die hele Sovjet-Unie ineen. Dan gaat het definitief mis. Dus om ons land te redden, communistisch te houden, moeten wij het toch iets minder communistisch maken, want anders gaat het sowieso mis. Dat was eigenlijk de opvatting van Gorbachev. Maar ja, die hervormingen en die openheid, die zorgden ervoor dat mensen nog meer hervormingen en nog meer openheid wilden. En niet alleen in de Sovjet-Unie, maar ook in die landen in Oost-Europa. En die hervormingen van Gorbachev leidden uiteindelijk dus tot meer vrijheid in Oost-Europa, met als symbool de val van de Berlijnse muur in 1989.